dat zijn de Alprans baardrunners. Het spandoek in de lucht, de handen in de lucht. Het applaus is voor de Alprans baardrunners. Die mensen vervoegen zich allemaal bij de familie en bekenden op het middenterrein. En daar wordt het maar steeds drukker, maar ook steeds gezelliger. En dat belooft een groot feest hier te gaan worden. Na team 205 is het het volgende team wat hier de laatste meters aflegt. Altijd een team wat hun prestatie neerzet. Team 40, de mensen van Erasmus Medisch Centrum. Mensen die zo nauw betrokken zijn bij het hele gebeuren. En achter het team van de Daniel de Hoep zit team 73. Het Kever. Estafette team. Want u weet het, het is een estafette loop nog steeds. We hebben het onderweg wel eens uit moeten leggen. Dan zijn er mensen die dat helemaal in één keer lopen. Nou, zo erg is het gelukkig ook niet. En net zoals er nog achtlopers die elkaar af kunnen wisselen. Want anders wordt het wel een erg helft karwei. Team 73 dus uit Vught. En daarachter het volgende team wat zo meteen gaat finishen. En dat is het team wat altijd de bloemetjes buiten zet, zullen we maar zeggen. Het team van Flora Holland. Sinds jaar en dag in het oranje. Zij genieten er lekker van. Team 97 van Flora Holland, dus het volgende team. Wat gaat finishen? En daarachter, ik kan het nummer niet zien, maar het team van de ANWB. Flora Holland. Het team van Flora Holland geeft een geweldig applaus. Het team dat al jaren meedoet met de Europa Run. En een geweldige prestatie ook weer neerzet hier. De handen worden geschud, er wordt gezoend. Wij gaan de bloemen en de champagne in ontvangst nemen. En daarachter in het blauw. Ik zei het al, het spandoek laat niets te wensen over. Het team van de ANWB Wegenwacht Running Team 233. Zij die normaal klaarstaan voor de mensen met de auto. Hebben het nu, en uiteraard ook met de motor, hebben het nu de voet en de fiets afgelegd, maar ook. De ondersteuning van de ANWB is dit jaar geweldig geweest om diverse teams weer op weg te helpen. En je kan het zo af en toe zo gek niet verzinnen of het gebeurt wel onderweg. Want je kan een heleboel plannen, maar er zijn van die dingen die altijd aankomen bij je. Het volgende team, team 124. Energie genoeg, en dat komt uiteraard door hun sponsor AA Drink. Van Hilton zag ik, terwijl wij altijd lopen te vertellen dat het afzien is onderweg, slapen in tentjes en zo. Dus u moet uw eigen verhaal maar even van maken. Het volgende team in ieder geval bij achter het team van AA Drink.
10-86. 10-86. De mensen van Reewijk Runners. Ook daar nog even een klein interviewtje mee voor de start. En dan is het weer even stil en gaan we lekker luisteren naar weer een van de Bijbelmensen. Het volgende team wat gaat finishen is 1083. 1083, dat zijn de Schiedammers. Neem je eigen petje af, want dat mag je absoluut. Jullie hebben het voor elkaar, mannen en vrouwen. De Europa-run 2008 zit erop voor jullie. Gefeliciteerd en welkom in Rotterdam. U op de hoogte kunnen houden hoeveel teams inmiddels gefinished zijn, wat we nog verwachten en ook wanneer een klein beetje het laatste team zo ongeveer verwacht kan worden hier op de Coolsingel. Ik zei het al, door de geplaceerde start is het de bedoeling dat de meeste teams zo rond 2:30 zullen finishen, maar het laatste stuk, dat is altijd een stuk waar de teams gewoon lekker hun gemak van nemen, lekker genieten van alles wat onderweg is. En wij gaan zo meteen luisteren naar het Veldorkest, de Love Bloeiers. Zij zorgen ervoor dat de stemming hier op haar best lag op die zonovergoten Coolsingel. Waar echt al duizenden mensen hun plekje hebben gevonden om hun favoriete team aan te moeten zetten. Ik zei het al, de teams die komen uit heel Nederland. En het volgende team dat hier binnenkomt en als we binnen met een geweldige open winnen van onze team 138 van het Marine Vlieskamp de Kooi uit Den Helder. Ja, nou ja, ze hadden ze wel gedacht. Zij danken Roos, Ondoorde en de donateurs. Maar een bedankje aan het team zelf is natuurlijk zeker op hun plaats. Ja, ja, ja. Ik ga ervan uit dat ze wel de bus terugnemen vanavond. Of misschien wel het vliegtuig, wie zal het zeggen. Maar de 530 kilometer zit erop. Vrienden van de vliegtuigkamer, welkom bij de Europa Run verder vandaag. Jullie hebben het gedaan! Nou, het team wat nu aankomt, je hebt toch genoeg energie over zo te zien. Team 234, ING Live en Non-Live België. Zij komen hier, geef ze een grote applaus. Eerst naar Parijs, dan door hun eigen land België. En nu in Rotterdam, Team 234, ING Live en Non-Live België. Alle lijken.